Jongens, ik heb een probleem. Ik was hier lekker bezig als koning aan het farmen. Mensen eten aan het geven, voor mijn volk zorgen. Ik woon hier letterlijk alleen met Floris. Dat zou betekenen dat ik voor mezelf en Floris zorg. En toen merkte ik ineens dat er iets fout was. Ik stapte van mijn karretje af, liep hierheen en ik denk... Hé, waarom zijn mijn frames nou wat lager? En toen zag ik een bordje. Mijn PC heeft wat moeite in dit gebied. Waarom? Ik denk, wat is dit nou? Ik loop door en ik zie nog een bordje. Ligt het aan mij of is mijn FPS hier laag? Ja, mijn FPS was hier ook laag. Dus ik loop door naar het huis van mijn bijen. En ik zie staan. Ik zag in je video dat je de bijen goed kon gebruiken. Dus heb ik er een paar extra gedoneerd. Geen dank. Geen dank. Oh nee, jongens. Dus ik loop naar binnen. En ik zie weer toch een partijtje veel bijen staan hier. Oh nee, wat zijn er te veel. Nathan, hoe kon je me dit aandoen? Waarom heb je zoveel bijen hier neergezet? Ik denk dat het legit gewoon mijn vorige titel was. Dit zijn 200 bijen in Minecraft. Maar ik denk dat dit legit 200 bijen zijn in Minecraft. Of als misschien 100 op zijn minst. Jemige. Wat zijn dit veel? Wat moet ik hiermee, jongens? Wat moet ik nou met al die bijen? Ik had in ieder geval een hele slimme opmerking gezien van iemand die zei... Je moet wel blaadjes, zeg ik nou, bloemetjes en zo erbij doen, Max. Want nu kunnen ze niet... voortplanten. Dus laat ik dan ook als goede burger van Kingdom Content ook even wat bloemetjes plaatsen daar. En ik heb heel veel variatie. Ik heb gewoon geen bloemetjes, volgens mij. Oh mijn god, ik heb geen bloemetjes. Dat meen je. Weet je, dan boomielen we het wel gewoon helemaal vol daar. En dan komen er wel genoeg bloemetjes. Kan niet anders. Nou, hoppa. Geen één mag ontsnappen. Bloemetjes. Kom op. Even wat bloemetjes. Ja, kijk. Nu zitten er ineens heel veel bloemetjes hier. Dat was heel veel. Niet zo... Kijk ze gelijk naar beneden. Allemaal op die bloemetjes. Jongens, wel delen. Delen is een eerlijke zaak. Kom op, als ze met z'n allen even delen, kan er niks fout gaan. Oh mijn god, dat zijn er te veel. Jezus, hè. Kijk ze gelijk allemaal naar... Oh mijn god, die bijenkorven zitten daarboven. Dat valt me nu pas op. Hoe zag ik dat niet eerder? Al die bijenkorfjes die zijn naar boven geplaatst. Nou prima, aan de kant. Aan de kant. Hoppa, zo, we gaan weg hier. Laat maar even weten in de reacties wat ik met al die bijtjes moet, jongens. Moet ik ze houden of moet ik ze vermoorden? En als je dan toch daar beneden in de reacties aan het zeggen bent, like gelijk even. Wij gaan voor 3000 likes. Ah, gadverdamme, het gaat regenen. Nee, 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 absoluut niet. Zeker niet. Nee. Ga weg! Sorry. Ging per ongeluk. Oh, mijn mooie paddenstoel. Nee, man. Hij was zo mooi. Wacht, ik ga blokken. Ik ga het repareren. Hier, deze paddenstoel. Hoppa, 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 hoppa. Zo, we gaan het repareren. We moeten wel Kingdom Content een beetje netjes houden, jongens. Het gaat niet alleen maar om nieuwe dingen bouwen, maar het gaat ook om het onderhouden van. Kijk hier, zo, niks gebeurd. Het gaat ook een beetje om het onderhouden van. Maar goed, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Floor is hier bezig met een nieuw huis, jongens. Kijk, Floor is hartstikke... Ik weet niet waar ze nu op het moment is. Maar het gaat een heel mooi huis worden met een doorgang. Kijk, je gaat hier zo meteen onder het huis door kunnen lopen. En toen dacht ik... Oh, wauw. Ik heb een goed idee. Hey, kijk, heb je de... Hallo, Floor. Hallo. Floor die maakt de doorgang. Maar voor een doorgang moet je er niet omheen kunnen lopen. Dus wat nou als ik Kingdom Content hier vanaf het kasteel af aan helemaal zo rondom een muur ga maken? Dat zou betekenen dat we dan veilig zijn van niks... Maar het zou er gewoon heel leuk uitzien. De toren moeten we ook nog afmaken van mijn kerkie. Maar laten we eerst even kijken of ik daar genoeg steen voor heb of andere meuk. Nee. Oh, dat wordt steen minen. Oh, we gaan weer naar Maurits' basis. En kijk, ja, hij heeft wel veel steen. Zou hij er denk je ooit nog iets mee gaan doen? Laten we in ieder geval een bordje achterlaten. Nou, ik heb een idee, jongens. Ik heb een heel eerlijk idee. Laat ik gewoon alle diamonds die ik heb gaan offeren. Zodat het wel eerlijk is. En dan koop ik gewoon al het steen wat ik hier zie van Maurits op. Zo. Althans, net wat meer nog. Ook nog wat cobblestone erbij. Maar Maurits, ik heb je 14 diamonds ervoor gegeven. Wie weet is het... Vinden jullie dat eerlijk, jongens? Laat maar even in de reacties weten of jullie dat een eerlijke deal vinden. Dat ik dat zo zelf beslis bij hem thuis. Ik vind het best eerlijk. Oh, nee, ik hoor de bliksem. Nee, 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 daar gaat het ding in de fik. Dat gaan we niet doen. Oh, nog een keer. Zeg maar niet dat mijn kasteel in de fik zit. Er is al een keer een gedeelte hier afgebrand wat ik nog moet repareren. Oh. Oké, er is niks aan het fikken, toch? Oh, wat haat ik bliksem ook ontzettend, jongens. Vorige keer was er gewoon een brand gekomen. Ik moet van die koperen dingetjes hebben. Bliksemgeleiders. Voordat alles afbrandt hier zometeen. Oké, jongens, ik ben helemaal ready voor het beginnen met de bouw van mijn muur. Ik heb hier heel veel steen. Helemaal zelf gemijnd. Helemaal zelf voor elkaar gekregen. Niet gestolen van Maurits. Dan heb ik hier allemaal cobblestone. En dan heb ik hier allemaal stone bricks. Nou, het is niet veel. Ik denk ook niet dat ik het hiermee ga redden allemaal. Dit wordt ze overigens nog allemaal stone bricks. Maar laten we beginnen.
beginnen met een kleine outline van waar ik mijn kasteel wil hebben. Ik bedoel mijn muur, waar ik mijn muur wil hebben. Hij begint hier en dat is bij de dierenbeestenbende hier. Dan wil ik hem hier een beetje die kant op laten gaan en dan vervolgens helemaal daarheen. En ik wil hem niet specifiek echt recht hebben. Ik wil hem wel een beetje met bochten en kraken en weet ik veel wat allemaal hebben. Zodat hij een beetje een leuke vorm krijgt zo. Maar ja. Maar je ziet het waar Floor helemaal vliegt. Ik kan wel even mijn renderdistance hoog zetten. Hij moet echt helemaal daarheen gewoon. En oh mijn god, dat gaat nog wel echt een werkje zijn om dit te doen. Oh, maar deze. Misschien kan ik hem dan beter in plaats van vanaf daar gewoon hier door laten lopen. Even kijken. Is dat een betere optie die ik heb? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat ik hem dan beter door kan laten lopen. Ja, laten we dat doen. En ik denk omdat het zo'n grote muur is, jongens, dat ik dit simpele design van hier aanhoud. En niet helemaal andere moeilijke dingen van plan ben om te gaan doen. Anders wordt het denk ik te veel werk, te veel gekloot om dat te doen. Dus laten we dit simpele design ook aanhouden. Oké, jongens, het heeft me heel even gekost. Nou, heel even, het heeft me oprecht bijna een uur gekost. Om puur en alleen de outline te maken aan één helft. Ik heb vanaf hier, ik heb toch uiteindelijk gekozen om het vanaf hier te doen. Ik weet niet waarom het oog er dan toch gewoon iets groter en machtiger of zo. Ik weet niet waarom. En dat heb ik helemaal door laten lopen tot en met het huisje daar van Floor. En het is nog maar de helft. Want daarna moet ik het vanaf de andere kant van het huisje helemaal daarin brengen. Maar zoals je kan zien, het is meer niet. Het is letterlijk alleen dit. Gewoon een outline. En er zijn zoveel bomen die ik weg heb moeten halen. En nog steeds in de weg staan. En weet ik voor wat. En blaadjes die vliegen inmiddels. Maar het is een pad zo. Of een pad, een muur. Kijk, deze boom bijvoorbeeld staat nog in het midden. Deze boom staat nog in het midden. Daar staan nog... Oh mijn god. En ik heb wel heel veel hout daardoor gekregen. Ligt wat in wat kisten. Maar ik moest even stoppen. Want mijn tools zijn bijna stuk. En vooral mijn rickruff. Oftewel mijn ex. Die is bijna helemaal caduc. En daar moeten we wel wat aan gaan doen. Want het zou zonde zijn als deze netherite goed enchanted pickaxe ineens kapot zou gaan. Want al die bomen die ik weg moet hakken, ja, dat kost natuurlijk wel wat. Kijk, hier komt dan het torentje. Daar komt het huis en hier de doorgang zo. En dit gaat leuk worden. Dan heb je in plaats van gewoon een muuringang, heb je gewoon een huis als een soort van ingang. Ik denk dat dat wel heel leuk kan zijn. Maar goed, laten we even naar het kasteel gaan. En eventjes bij een van mijn villagers wat XP bottles kopen. En daarvan dan mijn rickruff te repareren. Heb ik nog genoeg emeralds? Ja, ik heb zeker nog genoeg emeralds. Niks aan het handje. Kom maar eens hier. Hoppa. Heb je nog meer voor me? Nee. Maar maakt niet uit. Laat ik die in mijn tweede hand doen en dan... Zo. Ja, kijk. Want al het XP gaat naar mijn ex toe. Oh, hier. Moet je zien, jongens. Heb je alweer een nieuwe deal voor me? Hij heeft alweer een nieuwe deal voor me, hoor. 12 nieuwe bottles. Oh, je ziet die balk gewoon omhoog gaan. Wat is dat fijn ook gewoon, hè? Bertha, wat ben jij? Een goede villager. Zullen we ook even enderpearls kopen? Daar krijg ik ook XP van namelijk. Oh, wacht, trouwens. Nee. Jawel. Ja. Laten we hier even kopen. Kijk, daar krijg je namelijk ook XP van. Niet dat ik er iets aan heb nu, maar dankjewel, Bertha. Zal ik nog wat meer van je kopen? Nee, ik denk dat ik nu gewoon even geduldig afwacht. Zoals nu is mijn ex wel weer goed, jongens. Nu kan ik er wel weer tegenaan. Shovel moet ook nog maar. Ik ben niet zo druk bezig nu met dirt. Dus ik laat het even voor wat het is op het moment. Oh, kan je het voor jullie zien, jongens? De hele muur zo hieromheen. Dat we gewoon... Dan hebben we echt een koninkrijk. Nu is het alleen een kasteel met een beetje een los dorpje daar. Maar dan is hier ook nog gewoon die muur zo... Oh, dat gaat zo lijp worden. Wat ga ik doen? Ga ik de muur nu omhoog brengen? Of ga ik de muur nu ook de outline aan de andere kant maken? Ik denk dat het eerst verstandig is als ik de outline aan de andere kant ook maak. Want dan kan ik gewoon in één keer alles door omhoog maken zo meteen. Of hoog maar het niveau toevoegen als het ware. Ik denk dat het belangrijk is dat ik eerst gewoon de muur bepaal. Waar die allemaal komt. In het midden van het huis van Floor. Dus dat zou hier zijn. Nou, dan geef ik het wat ruimte. Zoals dit hier. Dan hebben we wat ruimte om te beslissen wat we hoe we het gaan doen. Maar in ieder geval het midden zo. Nou, dan is het tijd om de andere helft te gaan maken. Het is nu 16:08. En dan zien jullie zo meteen hoe laat het is als ik klaar ben. Oké, jongens, het is niet meer 16:08. Het is inmiddels 21:07, maar het is ook 2 dagen later. Het is niet meer 8 april. Want ja, ik had een weekendje weg tussendoor. Maar goed, we zijn in ieder geval gewoon verder gegaan. Dus jullie moeten even vergeten dat we 2 dagen verder zijn in het leven. Voor jullie is het 5 seconden verder in het leven. Ik heb hier de hele muur netjes gemaakt. Ik ga er even over vliegen. Althans, netjes gemaakt. Ik heb hem helemaal zichtbaar gemaakt. Alle bomen weggekapt. Alle blaadjes weggehaald. En alle blokken geplaatst voordat de outline gemaakt is. En dan kunnen we nu beginnen met het omhoog bouwen ervan. En het, ja, auw. Ah. Het klaarmaken van een mooie muur. Echter hebben we één probleem. En dat kan je eigenlijk al een beetje zien. En dat is dat ik nog maar 1 firework rocket heb. En dan zou je denken, oh, dan maak je toch gewoon even nieuwe. Dat zou je denken. Alleen ik heb geen gunpower meer. En dat is heel vervelend, want je maakt het natuurlijk met gunpower. Dus laten we even kijken of we dat bij iemand kunnen kopen, kunnen lenen. Misschien stelen. Maar voordat we dat gaan doen, ik heb heel veel dingetjes, ja, hoe noem je dat, bij elkaar geraapt tijdens de bouw van deze muur of het begin van de bouw. Ten eerste allemaal bosstroepjes waar ik niet zoveel aan ga hebben. Vervolgens heel veel blaadjes.
laagjes waar ik wel veel decoratie mee kan doen. Ook heel veel dirt. En het leukste van allemaal, best wel wat hout, zou je zeggen. Maar dat is nog niet alles, want hier zit nog veel meer in. We hebben ontzettend veel hout, jongens. Het heeft echt zoveel bomen gekost om dit te maken. Althans, om dit ruimte te geven. Dus ja, wanneer we weer iets een keer gaan bouwen wat hout nodig heeft, hebben we genoeg hout voor het project. En als goed bewijs dat het echt een paar dagen later is. Dus ik bedoel, je kon het op een mobiel zien. Maar Floor heeft haar huis ook verder gebouwd. Ze is nu niet online, maar Floor is verder gegaan met het huis en ze heeft heel veel progressie gemaakt. Hij is nog niet af, dat kan je duidelijk zien. Maar hij is wel heel lijp. Goeie toeja! Oké, we hebben voor nu weer een paar vuurwerkjes kunnen fixen. Ik heb het gestolen, maar ik ga niet zeggen van wie. Maar ik ga wel een oproep doen. En die oproep is naar Nathan. Van Kingdom Bay. Nathan kan je alsjeblieft een creeper farm maken of zo. Of iets en dan gewoon vuurwerkjes gaan verkopen in de winkel op het winkeleiland. Of op de winkelcliff. Want ik heb echt geen zin om dat zelf te maken, creeper farm. Dat gaat zoveel ingrijpend werk gaat dat zijn. Dus alsjeblieft. Oké, maar jongens, voor nu gaan we mijn muur gaan we even verder bouwen. En hoe we dat gaan doen, is hem gewoon hoger maken. Ik wil hem niet één grote hoogte hebben, want dat zou betekenen dat hij daar in de verte net zo hoog als hier is. En dat is echt veel te hoog. Dus we gaan hem een beetje met het landschap mee laten vormen zoals dit. En dan zien we wel hoe hoog het uiteindelijk wordt. Maar daarvoor heb ik aan het begin alleen nog maar stone bricks nodig. Zo simpel als dat. En een beetje dirt om het landschap eromheen mooi te maken. Nou, hij begint wel op een simpele hoogte. En dat is dit. Zien dat ik hem hier al iets hoger kan maken. Zo zie je dat hij hier al wat hoger wordt. Nou, jullie zien het wel, jongens. Jullie zien het allemaal wel verschijnen. Het gaat in ieder geval echt leuk worden. Jongens, terwijl ik bezig ben met mijn prachtige muur, is Maurits hier aan het ronddwalen. En hij zegt tegen mij: Max, als ik jou nou even wat blauwe stenen geef, haal jij dan ook zo'n vliegding voor mij? En wat hij bedoelt is dat hij mij gaat betalen als ik niet Lytra voor hem haal. Dus dat wil ik binnenkort dan even gaan doen. Zo snel mogelijk eigenlijk zelfs. Wil ik even naar de end gaan en daar voor Maurits een prachtige Lytra halen. Zodat hij ook kan rondvliegen. Oké, jongens, terwijl wij druk bezig zijn, is mijn steen wel bijna op. Het is letterlijk de enige stone bricks die ik nog heb. Ik ben wel helemaal vanaf het kasteel zo hier naartoe gaan het bouwen. Ik moet wel even oppassen dat ik niet te hoog uitkom. Want het moet een beetje rond deze hoogte uitkomen. Zodat ik hier een leuke doorgang kan maken. Maar Maurits, die nu online is, die bood aan van: hey, je mag wel wat steen van me hebben. Ook al heb ik al heel veel gestolen. Dus laten wij even wat shulkerboxen bij elkaar rapen. Zo, we hebben er twee. En dan gaan we nu even naar de basis van Maurits. En dan gaan we daar wat steen ophalen. Oké, ik heb hier voor Maurits een shulkerbox en nog een shulkerbox. Wat is dit allemaal? Oh, jemig. Dit is wel heel veel steen. Take some. Ik denk dat ik voornamelijk normaal steen ga stelen. Zoveel mogelijk. Oké, wacht. Dan ga ik het allemaal even in de shulkerbox doen. Oh my days, maar dit is toch veel te veel, Maurits. Waar moet ik dit allemaal kwijt? Waar moet ik dit allemaal kwijt? Hier doen we ook nog wat cobblestone. Oké, zo. Oh my days. Dit is zoveel steen, jongens. Ik heb trouwens de portalkamer afgemaakt. Echt? Hij heeft zijn portalkamer afgemaakt. Oh, wow. Dit was het laatste keer dat ik hier was. Was dit helemaal in van die blokken waar je overheen kan lopen. Hoe heet het? Die blokken waar je overheen kan lopen. Dat is letterlijk elk blok in Minecraft. Scaffolding was hier helemaal. Ah. Wat een lijp kamer, hé. Dit zijn portalkamer. Oh my days. Dit ziet er echt goed uit. En oh, hij is alweer begonnen aan wat nieuws. Sorry, hier een sugarcane farm. De grinder dat het is. Als je wat sugarcane... No, no way. Nee. Nee. Maurits. Hoe kun... Oh, wat veel sugarcane. Nice. Maurits die gaat ook vuurwerk dan verkopen op het winkeleiland. Ah. Dus hij gaat daarmee bezig zijn in ieder geval. Dat is leuk. Dat is leuk om te zien. Zo, we kunnen er weer even tegenaan, hoor, jongens. Met de steen dat we hebben. Niet normaal is het. En het ziet er ook al goed uit, jongens. Je krijgt nu echt een beetje een gevoel van... dat er een soort, ja... een dorp gaat zijn, zeker met een muur eromheen. Dan heb je dat toch helemaal. Zoals moet je dit nu zien. Het ziet er toch goed uit, joh. Hij heeft gewoon nog meer steen achtergelaten, hè, die Maurits. En nog meer cobblestone. Hij dacht, het is nog niet genoeg. Laat ik gewoon nog meer geven. Reageer allemaal even onder de video. Maurits, wat ben je toch ook weer een lieve jongen. Oh, en mijn eten is weer op. Moet ik even snel langs het winkeleiland wat chaps kopen. En dan kunnen we gewoon verder. Mijn diamonds zijn op. Nee. Weet je wat, dan betaal ik voor één stack betaal ik gewoon één netherite scrap. Zo, dat is ook een goede betaling. Maar mijn diamonds zijn gewoon op, dat was ik helemaal vergeten. Die heb ik natuurlijk opgemaakt bij Maurits zijn prachtige steentjes die ik had gekregen. Nou, laten wij dit in ieder geval even afmaken, helemaal rondom. En dan denk ik dat ik zelfs al een looprandje erboven wil bouwen. En dat gaat denk ik wel even duren. Het is nu, hier, het is nu 9:50 s'avonds om 10 april. Heel veel tienen. Ik denk niet eens dat ik dat vandaag afgekregen. Dus jullie hebben kans dat we weer een dag verder gaan. Maar het duurt voor jullie wederom maar een paar seconden. Tot zo. We zijn wedergekeerd. En het is niet meer 9:50. Het is namelijk 11:45 inmiddels. Maar niet 's avonds. Hier, het is inmiddels 11 april, een dag later. En het is 11:45. Hartstikke leuk allemaal. Nee, het was op een gegeven moment werd het een beetje laat, jongens. En ik dacht, ik ga gewoon lekker naar bed. En we gingen nog even serie kijken en zo. Maar
Het is wel af. Als ik nu hier overheen zou vliegen, zoals je ziet, is de hele muur... hoe noem je het? De palen zijn geplaatst, het pad erop is geplaatst. Dus je zou er nu gewoon overheen kunnen lopen. En jongens, ik moet zeggen, wat was dit een werk, hè? Wat was het een werk om dit helemaal te fixen? Maar het is zo clean om te zien dat men, hoe noem je het, met dorpje nu gewoon een soort van echt een dorp... Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het is gewoon een heel fijn gevoel. Als ik er nu doorheen loop vooral, dan voelt het heel anders dan dat het eerst had. Kijk, normaal als je hier liep, dan liep je gewoon in het wild, weet je. Dan was het gewoon, nou, je loopt in een bos en er zijn een paar huizen en weet ik wat. Maar nu ben je gewoon al in je basis, terwijl je nog niet eens echt in het kasteel bent, weet je. Je bent nu al gewoon veilig in het, ja, binnen de muren. Ook al zijn de muren nog lang niet af natuurlijk. Er moet nog zoveel gedaan worden. Het zijn nu natuurlijk nog maar een paar paaltjes en allemaal, ja. Dan, het is nog niet af. Maar ik dacht, het is wel weer even voor deze aflevering goed geweest met die muren. Er zijn nog een paar dingen die ik nu wil doen. Ach, laten we eerst even een mooi uitzichtpuntje bekijken. Oh, dit is toch clean, jongens. Moeten jullie zien. Oh, die muren, hé. Wat een... Wat, ik ben hier zo blij mee. Dat was zo'n goed idee. En zoals je ook op de map hier kan zien, het is... ik moest een beetje improviseren met de kerk hier. Ik moest er omheen zien te werken. Alleen die kerk vliegt natuurlijk nog heel erg. Dus daar moeten we uiteindelijk een soort klif naar beneden maken. En ik heb hier een soort ingang gemaakt. Die ga ik even aan jullie laten zien. Kijk, als je hier bij de vliegende kerk er langs gaat, heb ik hier, wat ik zojuist liet zien, een ingang gemaakt. Dus ik een beetje de muur hier veranderen, maar dat was niet zoveel werk. En dan kom je onder mijn kasteel uit. Daar is de ingang naar mijn trappenhuis. Dus ik dacht, wat nou als ik hieronder gewoon even... Ik twijfel of ik dit allemaal namelijk wil gaan gebruiken, deze grote ruimte, of ik hier ooit nog iets wil doen. Dus ik dacht, wat nou als ik een soort indeling maak, dat ik daar een pad naartoe maak. Dat gaat naar de brug natuurlijk hier. Een soort gang. En dan gang daarheen, naar de muur nu. Ik heb genoeg steen en weet ik veel hout daarvoor allemaal. Dus laat ik dit even hier een beetje gaan terraformen. Dus een beetje weghalen en dan twee gangen maken. A few moments later. Begint er al goed uit te zien, jongens. Ik ben hier het pad aan het maken. Ik heb hem een beetje verbreed gelijk. En dan hier ga ik een splitsing maken. Overigens ga ik deze wel gelijk dichtgooien. Deze kanten. Zo. En ga ik nu alleen deze kant op. Maar dan heb ik in ieder geval ruimte voor toekomst. Of hoe je dat ook wil noemen, weet je. Dus in de toekomst is er ruimte om hier gewoon naartoe uit te breiden. Als ik dat ooit zou willen. Maar het geeft wel een beetje zo'n ondergrondse look. Ik heb een beetje een cobblestone plafond hier gedaan. Dat als je binnenkomt, dat je ook echt een soort van, ja, kerkergevoel hieronder... Ik weet niet hoe je het moet noemen. Je moet in ieder geval weten dat je wel ondergrond zit. Zo, kijk. En dan plaatsen we hier ook even een torch. Hoppakee. En dan kunnen we nu hier het pad daar en daarin maken. Ja, dat is wel leuk, hè? Echt, dan wil ik in plaats van torches trouwens, wil ik hier gewoon een lantaarnpaaltje hebben. Of zo'n lantaarn. Ziet er altijd beter uit. En dan hier... Zo misschien? Ja, dit kan wel. Dit kan wel, dat is wel leuk. Kunnen de toortjes gewoon weg. Het is wel moeilijk, een soort mooi pad hierheen creëren. Ik ben nu hier een beetje bezig aan het kloten, maar het past niet helemaal precies. Nou, daar ben ik nog niet eens in de buurt. Ik denk dat ik beter rechtdoor kan hier. Alright, ik heb er nu een soort pad naartoe kunnen fixen. Ik heb hier links een soort inhammetje met, ja, niks echt erin. Misschien dat ik hier een leuke schatkist of zo kan plaatsen, weet ik voor wat. Nou, hier naar rechts komt het pad daarin. En dan hier doorlopen is het pad zo naar beneden. Hoppa. En dan moet het dan natuurlijk nog ingebouwd worden. Zo maak ik eerst het pad hierin even bouwen, dat de route helemaal af is. En dan kan ik me zorgen maken om hoe mooi het eruit gaat zien. Oeh, hier is het pad trouwens 2 dik. Dus dan moet ik even een switch maken van 3 dik naar 2 dik. Alright, het pad hier naartoe is ook weer netjes gemaakt. Het ziet er in principe, ja, best goed uit. Ik ben er best blij mee. Oeh, ik vergeet hier een pilaar. Nu is het tijd om de muren en de muren dicht te maken en het plafond te maken. Zodat het er een beetje allemaal zoals dit uitziet hier. Ik twijfel tussen een houten plafond en een stenen plafond. Ik denk dat steen wel een beetje die vibe geeft van het... ja, je bent ondergronds, weet je. Je zit onder de... Ja, die... Ik denk dat ik voor die vibe ga. Het is ochtend, jongens. Ik kom moeilijk uit mijn woorden. Oké, jongens. Ik ga ervoor kiezen om het met een stenen plafond te doen. Dan moet ik dit hier ook nog even aanpassen. Maar als je het zo ziet, dat geeft toch echt een goede vibe hier beneden. De vibe die het hoort te geven in ieder geval. Dus laten we het dan helemaal opvullen zo met steen. Want de muren zijn inmiddels ook al gevuld. Dat ziet er helemaal top uit. En dan is het klaar. Oh nee, dan moet ik trouwens nog even goed belichten. En misschien een paar leuke details toevoegen. Maar het is in ieder geval het pad klaar. Ah, ik heb een idee, jongens. Misschien dat ik nog wat stenen slabs erdoor toevoeg. Net zoals hier. Kijk, deze combinatie natuurlijk. Wat nou als ik van het plafond ook niet alleen cobblestone maak, maar de stenen combinatie eraan toevoeg. Ik denk dat ik dan al helemaal tevreden ben ermee. Tot nu toe vind ik het namelijk een beetje... simpel. Gewoon alleen cobblestone, weet je. Zo, dan is het in ieder geval helemaal af qua... Ja, hoe noem je het? Afwerking. Het is een heel pad. Je kan niet meer om je heen kijken. Je kan niet meer van het pad afdwalen. Het is nu gewoon ondergrond zit allemaal. Maar laten wij dan wel eventjes wat stenen dingen toevoegen. Want ik denk dat dat wel heel mooi gaat zijn. En dan even de belichting goed fixen. Het is zo funny. Ik kan nu gewoon hierheen vliegen. Oh, ik moet het wel nog echt belichten. Het is zo donker hier. Maar dan gewoon hier erin vliegen. En hoppa, dan ben ik in één keer in het kasteel. Oké, laten we even wat random blokken zo toevoegen. Zoals dit. Ik denk dat
dit namelijk wel heel leuk gaat zijn. Wow, kijk het verschil, hé. Oh, ik ben hier nog helemaal niet eens klaar. Maar kijk het verschil. Dit is toch zoveel beter dat er nu ook gewoon steen doorheen zit en zo. Goeie keuze weer. Dan kan ik hier misschien zelfs nog een beetje dit soort dingen toevoegen. Ja, dan kan het een beetje afgerond worden, weet je. Misschien aan de randjes zoals dit. Kijk, oeh, wow. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Zo, hoppa, hoppa. Ja. Oké, dat gaan we zeker doen. Welk randje? Zo, nou, nu is het plafond al helemaal af. Er zitten nu leuke details in aan de randjes en zo, waardoor er uitstekende puntjes aan hangen en zo. Nu de belichting. Zo, dat is ook snel gedaan. Ik heb gewoon allemaal van die paaltjes opgehangen met lantaarntjes die eraan hangen. En that's it. Meer is er niet nodig. Ik denk ook niet dat ik hier zo'n rood tapijt in ga gooien. Want dat is een beetje overbodig om tapijt in de kerk hier beneden te gooien of in de gangen. Dus ik houd lekker gewoon mijn houten vloertje. Ik heb wel wat dark oak leaves om gewoon nog even een beetje hier te plaatsen als alsof er af en toe een beetje, toch onkruid is terechtgekomen. Je moet het wel netjes zo dicht plaatsen. Zo, kijk, ik denk dat dat toch wel leuk is. Maar ook weer niet te veel, weet je. Maar ook weer niet te veel zijn. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel goed is. Gewoon een heel klein beetje, hier misschien nog even zo, hier en daar. Dan moet dit plafond ook gefixt worden. De enige is waarom dit niet zo gefixt is, is omdat het pad hierboven... Oh, nee, dat pad zit hier natuurlijk gewoon boven. Nou, op zich kan ik daar wel omheen bouwen. Ik bedoel, zo moeilijk is het niet. Ik kan gewoon zo doen. Alleen dan klopt het hier niet. Maar daar kan ik misschien gewoon zo. Ja, dit kan. Dit is prima. Iets minder mooi dan verwacht, maar hè, hoort erbij. Lantaarns die hangen zo. Hoppakee. Nou, kijk, voor nu is het afgesloten. Maar dat komt nog helemaal goed, jongens. Dan gaan we ooit nog wel een keertje iets bouwen. Nu ben ik er tevreden mee. Nu is het af. Zo goed als af. Dan moet eigenlijk dit nog even goed belicht worden. Maar ja, de hele muur is nog lang niet af natuurlijk. Dus ik wil volgende aflevering. Is mijn planning om eerst de kerktoren hier af te maken, zodat die er gewoon een keertje goed uitziet. Dan wil ik een randje gaan maken langs de bovenkant van de muur. Ik ga bijna dood. En dan bedoel ik dit randje. Kijk, ik wil dit gaan maken. Dit mooie stenen randje met die walls erop. Dat wil ik nu langs de hele muur gaan maken. En daarna wil ik gaan kijken waar ik torens kan plaatsen. Er moeten namelijk natuurlijk wel torens in de muur komen, anders is het geen goede muur. Oh, mijn eten is al weer op, dat meen je. Oh my days. Ik had net eten gekocht, joh. Ja, dan gaan we torens bouwen. Dan gaan we daar de toren af. Ik denk dat de volgende aflevering gewoon een torenaflevering wordt. Maar dan voel je hem al aankomen, jongens. Voor vandaag is de aflevering afgelopen. Er is heel veel gebeurd. Een hele muur ontstaan. Er is onder het kasteel een soort gangenstelsel ontstaan. Ik ben erg tevreden. Dus voor nu dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk ook zeker even deze video. Want dit is de vorige aflevering van Content Veen. En wauw, wat een mooie aflevering. En nu spreek ik laat graag zo uit als die flesje bieden van de keer. Oh!